Oké, een goedenavond weer bij de Dutch Darts Quarantine League. Dit is week 3, wedstrijd nummer 2 op deze woensdagavond. We hebben weer een mooie wedstrijd. Het is de nummer 1 van de competitie. Kevin Doets neemt het op tegen Vincent Kamphuis, die op het moment 6e staat. Als de mannen er klaar voor zijn, mag Vincent Kamphuis straks beginnen met boelen. Ja, ik ben klaar, hoor. Ja, ik ook. Yo. Ja. Boel zijn. De buiten. Dan mag Vincent Kamphuis beginnen aan de wedstrijd. Succes. Ja, man. Goed dan, jongen. Ja, een goed begin van Vincent Kamphuis met meteen een pijltje in de bullseye. 43. Eerste beurt is dan weer wat minder. Ja, we gaan kijken of dit een mooie wedstrijd wil worden. Als we kijken naar de gemiddeldes van beide mannen, dan is Kevin Doets toch echt wel de betere. Hè? Hij staat niks voor niks op de eerste plek. 100. Maar toch, we hebben vorige week wat meer van zijn zwakke kant gezien. Hij won toen van Danny Oldenkalter met wel ruime cijfers, maar het gemiddelde was toch echt minder, en ook zeker een gemiddelde dat Vincent Kamphuis aan zou kunnen. 180. Kijk, een goede start hoor van Kamphuis. De eerste 180er van de wedstrijd, en dat is pas zijn derde in deze league. 39. Kamphuis die zijn eerste wedstrijd van Owe Roelofs won. Daarna van Barry van Peer verloor. Terwijl Kevin Doets ook al tegen Barry van Peer speelde en daarvan zijn wedstrijd won. 59. En nu na een goede wegzetbeurt in een goede leg van Vincent Kamphuis op 53. De 13 gaat erin. Tweede pijl voor tops. 33. Die zit er net onder. En dan gaat Kevin Doets dan 170 uitgooien. De eerste zit er volgens mij al in. Dat zou wat zijn. Dan gaan naar bullseye. 134. Oh, wat zonde. Vorige week zagen we Kevin Doets al 158 uitgooien voor de wedstrijd. Hij heeft al de hoogste finish van het toernooi. En Kamphuis die checkt hem hier. In een goed scorende leg. Pakt hij zijn eigen lek op. 57. Maar Doets die zal balen van die bullseye die er niet in ging. Maar die eerste lek van Kamphuis die laat hoop zien. 57. Voor de darter. 100. Kamphuis die heeft natuurlijk 2 jaar een tourkaart gehad. Heeft dus bijvoorbeeld ook 2 keer... gespeeld op de UK Open. Heeft dus wel ervaring op grotere toernooien. 60. Kevin Doets die speelde dit jaar nog op de UK Open. 40. Ja, dan is het nu toch de kans voor Kamphuis. Die 2 matige beurten deze leg begon. Maar kan nu echt instappen. Doet dat met een 100. Kevin Doets nog steeds het initiatief in zijn eigen leg. Gaat hij ook zeker behouden met deze beurt. 140 gegooid. En nu we toch over 140ers hebben. Interessant feitje is dat Vincent Kamphuis en Kevin Doets 46. De meeste 140ers op dit moment hebben in deze league. 100. Doets die zet hem weg op 64. Kan Kamphuis dan nog een beetje druk zetten? Heeft een wat mindere lek. 100. Deze tweede lek. Zet hem wel op een finish, maar 64 staat te wachten voor Doets. Die gaan naar dubbel 8. 48. 2 pijltjes gemist en dus kan Kamphuis voor 138 aantreden. Dan heb je nog een. Ja, dan heb je wel triples nodig. Die worden niet geraakt. 3 pijlen voor Kevin Doets wordt behoud van zijn eigen lijk. Check in 2.
Tweede pijl gaat erin. Kevin Doets, die tot nu toe in zijn eerste twee wedstrijden ook finishend erg sterk was. 100. Staat op precies 40% op de dubbels. Nog wel onder Barry van Peer, die op 44% staat. 180. En daar is de eerste 180er van Kevin Doets van deze wedstrijd dan. 100. Kamphuis opent met 2 keer 100. 99. En Doets die gooit er gewoon een goede score achteraan. We kennen het verhaal nu al dat Kevin Doets in week 1 2 keer 180 achter elkaar gooide. Toen ging de zevende pijl mis. 140. Maar zoals hij nu deze leg gooit, na 9 pijlen staat hij op 82 in de leg van Vincent Kamphuis. 66. Volgens hij erin, dubbel 16, dubbel 8. 66. Dat had een 12 darter kunnen zijn, of eigenlijk zelfs een 11 darter. 158 gaat niet uit voor Kamphuis, en dus is het 3 pijlen. 42. Voor Kevin Doets voor de break. Op dubbel 8. Check in 2. En die gaat er weer in met zijn tweede pijl. Dus pak de break, staat 2-1 voor en dat is toch wel een belangrijke leg in deze wedstrijd. Ja, ik zei het aan het begin al, de gemiddeldes, de toernooigemiddeldes liggen behoorlijk uit elkaar. Ik vond Kevin Doets, die zit zo rond de 88, terwijl Kamphuis... in zijn twee wedstrijden bijna precies hetzelfde gemiddelde gehoord. Hij gooide 80,9 en 80,8. 43. En zit nu dus nog onder de 80, terwijl Doets rond die 90 zit. 85. Ja, Kamphuis ziet dan toch... net iets te vaak een trippeltje mist. 94. Terwijl Kevin Doets ook niet te veel trippels gooit, maar 60. Meestal pakt hij er wel eentje. 170 dan voor Kevin Doets opnieuw. Hij hoeft niet uit, gooit hem ook niet uit. 58. Wat mindere wegzetbeurt van Doets. En dan kan Kamphuis hem met een goede score nog beter wegzetten. Maar dat lukt niet. 73. Zet hem wel weg op 170. Zo de derde keer in deze wedstrijd die weg wordt gezet op 170 door een darter. 96. Daar is een pijltje op dubbel 16 gemist voor een 112 finish. Kamphuis dan gaat niet 170 uitgooien. 60. En dus krijgt Kevin Doets op dubbel 8 opnieuw kansen. Dat no score. Lijkt zijn vriend wel, wilde ik zeggen. Maar die gaat in de dubbel 16. 110, dat is een reële kans voor Kamphuis. Om terug te breken. Je gaat de dubbel 16. Oh. Ja, hij is er zelf ook niet tevreden mee. Die zat echt... tegen het ijzerdraad aan. Check in 2. En Kevin Doets weer met zijn tweede pijl op dubbel 8. Pakt hij de lek zonder voor Kamphuis. En dus wordt de voorsprong uitgebreid. 139. Kamphuis begint goed in zijn eigen lek. 140. Hetzelfde geldt voor zijn tegenstander, Kevin Doets. 140. Ja, het lijkt wel of Kamphuis en Doets een beetje in de wedstrijd zijn gekomen. 99.
die kans voor Kamphuis om terug te breken. Die zal Kevin Doets ook wel laten zien hebben dat Kamphuis echt nog niet afgeschreven is deze wedstrijd. En kijk eens ook even naar zijn score deze leg. 139, 140, 120 van Kamphuis. 98. Doet u het ook niet verkeerd, maar Kamphuis krijgt eerst de kans op 102. Had beter weggezet kunnen worden, maar 164 is al erg hoog. Ook voor Kevin Doets. Maar toch, 68, die moet wel uit voor Kamphuis. Trippeltje zit erin, dus dat is lekker. Dubbel 4. Check in 3. Oh, lekkere laatste pijl voor Kamphuis. Belangrijke lek, want anders had Kevin Doets de kans gekregen om de lek te stelen. 59. En zo blijft het dus eigenlijk nog wel spannend in deze wedstrijd. Al zitten de gemiddeldes 134. Goed uit elkaar. Kamphuis op 80, Kevin Doets op 86. 135. Kamphuis die gooit 1 punt meer in deze twee beurten. 174. Kijk, 174. Twee trippels in de 20. En één trippel in de 18. Een goede beurt van Kevin Doets. 57. En dan staat 134 al te wachten. Het hoeft nog niet uit. 90. Zet hem dan ook weg. 44. 60. Krijgt er ook de kans of de tijd voor in zijn eigen lek. Dubbel 16 gaat erin, tweede pijl. Eerste pijl dus op de dubbel. Ja, dit zijn die momenten dat je eigenlijk nog wel bij moet zijn. Doets krijgt de tijd. Maar wil die pijl natuurlijk wel zo snel mogelijk die dubbel in krijgen. Een verschil in de eerste beurt in de leg van Kamphuis. 100. Van precies 60 punten. En dus kan Kevin Doets nu al het initiatief gaan pakken deze leg. 57. Doe dat niet. Maar Kamphuis heeft wel een goede score nodig. Anders gaat Doets er overheen komen. 93. Doets die trouwens gisteren zijn 22e verjaardag mocht vieren. 96. En je ziet aan het vlaggetje links op zijn dartbord. Dat heeft hij niet gevierd in Nederland. Hij woont namelijk in Zweden op het moment. 100. Kamphuis als eerste op een finish. Maar Doets kan hem beter wegzetten, zou je zeggen. 72. Doet dat wel iets beter, maar 136 is nog steeds een moeilijke finish. Als Kamphuis deze goed weg kan zetten, 82. Dat doet hij ook. Dan krijgt hij daar toch de kans voor, want Doets gaat deze finish niet uitgooien. 96. Zet hem wel weg op tops. En dus komt er opnieuw druk op deze 66 van Kamphuis. Maar hij gooit al een keer 68 uit op, met de druk. Die gaat in de 9 volgens mij. Ja, dat is niet de bedoeling. 47. Daar verspeelt hij eigenlijk zijn kans om zijn leg te houden. En dus is stops voor Doets. 3 pijlen heeft hij ervoor. Dubbel 10. Check in 3. Oh, knappe laatste pijl van Kevin Doets om hier op 5-2 voorsprong te komen. En hij pakt dus ook de tweede break van de wedstrijd. Daar zal Kamphuis echt van balen.
140. Maar niets is nog uitgesloten. Er is nog geen enkel punt verdeeld in deze wedstrijd. 90. En ja, voor zover je weet kan Kamphuis gewoon nog twee keer breken. 100. Scoort in ieder geval zijn eerste twee beurten. Goed. 56. Terwijl ik even een doets wat meer moeite heeft om goed te scoren. 60. Toch kan Kevin Doets met een goede score in ieder geval gelijk komen met Vincent Kamphuis. 58. Doet dat niet en dus krijgt Kamphuis in de leg van Kevin Doets toch wel de tijd om deze finish, om deze 201 weg te zetten op een finish. 60. Ja, daar zal een 60 niet heel erg bij helpen, want dan kan Doets er overheen gaan. 128. En dat doet hij ook, de triples worden geraakt. Toch heeft Kamphuis nog het initiatief. 141, triple gaat erin. Triple 19, dubbel 12. Oh, wat een finish van Vincent Kamphuis. 141. Hele knappe finish. Kamphuis die had voor deze wedstrijd nog geen enkele 100-plus finish. Kreeg daar in leg 5 al een kans voor. Maar gooit nu 141 uit voor de break. 100. 55. Ja, en zou dit Kamphuis helpen om wat meer in dat ritme te komen? 100. Daar lijkt het op het moment wel op. Kamphuis begint opnieuw goed. Met twee keer 100 achter elkaar. 100. En dus ondanks dat Kevin Doets 6 punten gemiddeld hoger staat te gooien, wordt het wel een spannende wedstrijd. 26. Ja, dit is dan jammer voor Kamphuis. Dat ziet hij niet graag. 60. Maar Kevin Doets kan daar niet op reageren. Dus is het weer aan Kamphuis om 60. Er overheen te gaan. Doet dat wat zwakjes. 134. En hier zijn de scores die we van Kevin Doets weer gewend zijn. Op een moment dat Kamphuis het eigenlijk niet graag wil zien. 121. Maar kan er zelf ook wat van. 121 en komt dus onder de 100 terecht. Op 94. 152 staat eerst te wachten voor Kevin Doets. 92. Zet hem weg. Op 60. En dus kan Kamphuis met flink wat druk 94 uitgooien. De triple 18 zat erin. 74. Twee pijlen gemist voor om zijn eigen lek te houden. Dus kan Kevin Doets naar tops. Voor de break. 40. Ja, die derde pijl die eerder in deze wedstrijd meerdere malen zo sterk was bij Doets. Laat hem nu wat te wachten. Dubbel 10 voor Kamphuis. 2. Ja, kijk, dat is een goede leg, Kamphuis. De druk staat er volop en hij gooit hem gewoon uit. 83. En dus wordt het een spannender potje dan dat je van tevoren bedenkt. 59. Maar dan zal Kamphuis niet in moeten zakken. 58. Eerste pijl op de triple 20 zit toch wel erg laag. 93. Bij Kamphuis. Nog goed dat hij dan de triple 18 wel raakt met zijn laatste pijl. 60. Ja, als we kijken naar de 180ers in deze wedstrijd, dan heeft Kamphuis er eentje gegooid. 100. En Kevin Doets er één.
Maar dat was eigenlijk al in de eerste drie legs die werden gegooid. Daarna is er toch minder van gekomen. Kamphuis opnieuw het initiatief in de leg van Kevin Doets. 59. Ja, nu niet meer. Geen triple gevonden voor Kamphuis. Maar 60. Doets heeft ook wat moeilijkheden deze laatste paar legs om die triples te vinden. Opnieuw geen sterke score van Kamphuis. Dus kan Kevin Doets, aangezien deze 140 niet uitgaat, hem als eerste wegzetten. Doe dat op tops. Krijgt dus zo direct drie pijlen op tops. Als deze 140 niet uitgaat natuurlijk. 108. Ja, kijk, daar heeft hij gewoon weer een kans hoor. Vincent Kamphuis. Check-in. En Doets die pakt hem dan. Het eerste punt is binnen voor Kevin Doets. En Kamphuis mag gaan terugvechten naar die gelijkmaker. Die we nog niet hebben gezien in 96. Nou ja, 2,5 week deze Dutch Darts Quarantine League. 100. Doets hoeft deze leg nog niet te winnen. 43. Al zou ik dat wel graag willen, want hij weet hoe gevaarlijk Vincent Kamphuis in deze wedstrijd is. 134. In zijn eigen leg begint hij erg sterk. En Kevin Doets is nog zoekende. Zoekende naar die triples die in de leg die hierna volgt toch wel erg belangrijk is. Kamphuis die gaat lekker door. 139. Tweede of de derde score boven de 100 nu. Op 32 krijgt hij drie pijlen voor. 90. Doet ze voor de vierde keer deze wedstrijd op 170. Maar eerst drie pijlen op dubbel 16. Dubbel 8. 16. Ja, die drie pijlen, die had hij er toch wel graag ingegooid. 170 dan. Gaat niet uit. 48. Laat nog steeds een hoge finish over hoor. Kamphuis om zijn eigen leg te maken. No score. En mist weer drie pijlen, mist nu zes pijlen op rij. ...122 gaat niet uit, maar nu is het wel, nu moet het wel voor Kamphuis. Nou weten we, onder druk is deze wedstrijd goed gebleken. Ja, mist weer drie pijlen en dus is het Kevin Doets voor de wedstrijd. Je verwacht het niet deze leg. Ja, die pakt hij wel. Kevin Doets wint de wedstrijd, 7-4. En dan gaan we naar de spelers. Kevin Doets wint opnieuw de derde wedstrijd op rij, 7-4. Maar ja, iemand die er echt een mooie wedstrijd van heeft gemaakt, Vincent Kamphuis. Als die in beeld kan komen. Jazeker. Oh. Oh, hij staat nu nog op je dartbord gericht, Vincent. Oh, echt serieus. Dan zal ik maar verdraaien. Hey, ik zie nog steeds je dartbord. Meen je niet? Ja. Nee. Anders gaan we wel eerst even naar Kevin toe. Wacht, ik heb het volgens mij. Heb je hem niet? Nee. Oké, dan gaan we naar Kevin. Ja, we gaan naar de winnaar. En hij heeft zijn nummer 1 positie versterkt. Ja, Kevin Doets. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, het begin. Ik begon aardig.
Ik werd wat beter gedurende de wedstrijd. Ik denk dat die 141 van Vincent wel een beetje een keerpunt was. Toen raakte ik het een beetje kwijt en hij kwam een beetje wat beter in. En ja, de laatste leg had ik nog wel geluk dat hij zoveel dubbels miste. Anders was het gewoon 6-5 geworden en kon alle kanten op gaan. Maar weer gewonnen, dus tevreden. Ja, precies. 7-4 gewonnen. Je zegt zelf al, je merkte die druk na die 141 finish. Was dat ook de reden dat je wat meer pijltjes op de dubbels ging missen? Nou, ik weet niet of dat de reden was. Zou kunnen. Ik heb er niet echt over nagedacht. Maar het blijft een raar spelletje. Je kan niet echt voorspellen wat gaat gebeuren. Dus. Nee, precies. Als we nog even terugkijken naar leg 1. Die 170, die dan de eerste twee triples gingen erin. Ja, is toch wel jammer dat die dan niet in de bullseye gaat, of niet? Ja, weet je, het is maar een finish, het is maar één leg. Het is jammer dat hij er niet in gaat, maar vliegt de leg, maakt niet veel uit. Het kan gebeuren, ik ben de wedstrijd, het belangrijkste dat er is. We zijn nog steeds eerst. Is goed. Kijk, daar gaat het om. Kevin Doets, gefeliciteerd en dankjewel. Dankjewel. En dan gaan we naar Vincent Kamphuis, die nog steeds zijn camera nog niet heeft kunnen omdraaien. Oh, dan doen we het even zonder camera. Oké, want je kan niet voor het dartbord staan of dat lukt niet? Ja, deze positie gaat even niet lukken, sorry. Oké, dat maakt niet uit. Vincent, je had wat pech soms. Of ja, hè, dat je de triple raak je dan en dan net die dubbel op het ijzer. Nou ja, die laatste leg hebben we gezien, hè? De dubbels gingen er niet in. Maar ja, toch, kijk jij met een positief gevoel terug op deze wedstrijd? Ja, ik denk dat dit van alle drie misschien wel mijn beste wedstrijd was. Maar ja, ik mis een keer 110 op dubbel 16, ik mis 140 op dubbel 16. Ja, ik gooi nog wel 141, maar ik denk dat Kevin die was vandaag te pakken, denk ik. Ik vond het niet zijn beste wedstrijd die hij vandaag speelde. Dus ja, ik zat eerst eens, dus ik denk, bouw te graag en ja, dan laat je steekjes vallen. Maar het is hoge scores en daarna weer 140, 100 en dan 26 gooien, dat kan gewoon. Nee, dat is inderdaad wat jammer. Kevin Doets had het idee van na die 141 finish dat hij een beetje inzakte. Had jij dan juist het idee dat jij beter ging gooien? Ja, absoluut. Ik denk, dit is het moment, dan moet ik hem pakken. Maar ja, dan ga ik zelf ook verzaken. Dus helaas. Ik heb verdiend gewoon, ik kan niet anders zeggen. Nee, precies. Dan kijken we nog even om te eindigen naar die laatste leg. Dat moet toch pijnlijk zijn, zoveel. Ja, als je twee volledige beurten volle handen mist, dan... je weet in je achterhoofd dat je moet gooien, want anders is het afgelopen. Maar ja, goed, dat zijn net de momenten dat je moet laten zien. En dan zaak ik eigenlijk op mijn favoriete dubbel, dat is nog ergens van alles. Ik kan alleen maar naar mezelf kijken. Dus, dankjewel Vincent. Hopelijk volgende week. Maar dan kan je nog punten te pakken, dus volgende week gaan we weer vol gas. Precies, dat is de goede instelling. Dankjewel Vincent Kamphuis en we zien jou volgende week weer terug. Yo, thanks jongens. Hey, ik heb je gefeliciteerd, hoor je. Dankjewel man. Yo. Dan gaan we, als het goed is, even kijken naar de tussenstand en het programma. Allereerst de wedstrijd die gisteren is gespeeld, die werd gewonnen door Barry van Peer. Hij won toen met 7-4 van Jimi Hendrix. Dat was een wedstrijd van niet bijster hoog niveau. Vandaag werd het ook 7-4. Een wedstrijd die spannender was dan dat de gemiddeldes laten zien. Met name het begin gooiden beide darters goed, maar uiteindelijk wint de nummer 1 van de competitie, Kevin Doets, hier met 7-4. Dan hebben we morgen nog een wedstrijd, Arjan Konteman tegen Owe Roelofs. Zou ik zeker aanraden om daarbij te zijn, dat kan een heel mooie wedstrijd worden. En datzelfde geldt ook voor Danny Oldenkalter tegen Heine Oldricks. Als we dan kijken naar de stand, dan heeft Kevin Doets, die al vanaf week 1 op de nummer 1 positie staat, zijn nummer 1 positie versterkt. Op nummer 2 staat nog Heine Oldricks, die onder andere de meeste 180ers van deze league heeft gegooid. Barry van Peer en Owe Roelofs, die maken de top 4 compleet. En dan kijken we aan de onderkant.
Vincent Kamphuis die blijft op zijn nummer 6 staan. Konteman staat daar een plekje boven. En Oldenkalter en Jimi Hendrix die maken de top 8 compleet. Bedankt voor het kijken weer vanavond. En we hopen jullie morgen weer terug te zien bij Arjen Konteman tegen Owen Roelofs.